SC Heerenveen heeft deze zomer afscheid genomen van een aantal spelers. Verdediger Gerry Koning diende zijn contract uit, maar kreeg geen verlenging. Koning is inmiddels weer terug bij zijn vertrouwde FC Volendam. Hij tekende een contract voor 2 jaar aan de dijk. Kelvin Jongepin en SC Heerenveen konden niet tot een akkoord komen voor een eventuele verlenging van het contract. De verdediger is nog zoekende naar een club. Was op proef in Denemarken, maar heeft nog geen nieuwe club. En keeper Kevin Stuur Ellegaard verlaat SC Heerenveen na 1 jaar. Zijn naam werd genoemd in Griekenland en België, maar er is nog niets definitiefs voor de lange goalie. I made some new friends and yeah, you learn also from the hard periods and I think I learned a lot from this year also. But there are some good boys in the team and I think things will change for next season. So I've been glad that I've been here. Filip Haglund keerde terug naar zijn vaderland Zweden, waar hij gaat spelen voor het prestigieuze IFK Göteborg. De Zweedse competitie is inmiddels alweer een aantal ronden bezig en Haglund heeft zich na enkele wedstrijden bij de beloften aangesloten bij de Zweedse hoofdmacht. De Noorse middenvelder Christian Grindheim vertrok ook naar het noorden. Grindheim werd door de Deense kampioen FC Kopenhagen gekocht. Hij dwong direct een basisplek af en kwam ook al in de voorronde Champions League uit. En het contract van Mika Vairinen liep deze zomer af en werd niet verlengd. De club en de speler konden niet tot overeenstemming komen. De populaire nummer 10 zal daarom zijn loopbaan ergens anders gaan vervolgen. Hij verliet met stille trom Friesland, maar zal ongetwijfeld nog een speciaal afscheid krijgen. Ja, de nieuwe nummer 10, het Belgische talent Sven Koems, daarentegen deed op ludieke manier zijn intrede tijdens de open dag. Koems vormt de nieuwe speel op het middenveld en strooit nu al met loepzuivere paasjes. Ook zien we komend seizoen een vertrouwd gezicht terug bij SC Heerenveen. Routinier Gerald Sibon keert terug bij de club na zijn Australische avontuur bij Melbourne Heart. Sibon zal de rol van pinchhitter vervullen. Wij hebben er heel uitvoerig over gesproken en wij zijn er heel erg blij mee. En nogmaals, ik hoop dat Gerald bij gaat dragen een heel mooi seizoen bij Heerenveen. 2 verhuurde spelers hebben zich weer gemeld voor de start van het nieuwe seizoen. Geert Arend Roorda was verhuurd aan Excelsior en draaide daar een uitstekend seizoen. De verloren zoon ziet een terugkeer in de hoofdmacht van Heerenveen wel zitten. Ik heb mezelf herpakt bij Excelsior, heb ik het goed gedaan. En ik hoop dat ik nu een beetje in die rol hier belangrijk kan zijn. De linkerverdediger Youssouf El Achoui keert ook terug. De Marokkaan kwam op huurbasis uit voor VVV Venlo, maar is nu weer in Friesland. El Achoui had een goed gesprek met trainer Ron Jans en zal knokken voor zijn kans in de eerste selectie. Het is een nieuw seizoen, iedereen begint op nul en de trainer die kijkt wie hij nodig heeft. Dus en als hij mij daarvoor nodig heeft, dan ben ik daar voor hem en voor de club en voor de supporters. Het Oostenrijkse talent Tobias Kain stoomt door vanuit de belofte en speelt ook de komende 2 seizoenen bij SC Heerenveen. De 18-jarige middenvelder, die eerder voor Sturm Graz en Austria Wien speelde, kwam in 2008 naar de jeugdopleiding van SC Heerenveen en maakte in de laatste competitiewedstrijd tegen Rode JC zijn debuut. Ook de vleugelspits Quinten Martínez tekende een 2-jarig contract. En ook dit talent maakte zijn debuut in de eerste selectie in de laatste competitiewedstrijd tegen Rode JC. Martínez maakt graag individuele acties, maar is zeer doelgericht. Daarmee is de voorste linie van Heerenveen een zeer bewegelijke die voor extra dreiging en doelpunten moet gaan zorgen. Het talent blijft nog bescheiden, maar hij kan op termijn een belangrijke rol in de Friese aanval gaan spelen. Ik hoop dat ik vaak mag invallen en hopelijk hoop ik op meer natuurlijk. Maar ja, het is afwachten.